Ja, we staan hier op de gemeentewerf in Uitgeest. U ziet het, ik sta te midden van een aantal bootjes die op het droge liggen. De gemeente Uitgeest heeft de afgelopen periode hebben ze dus een aantal bootjes uit het water gehaald en ze zijn hier opgeslagen. Wat is de reden dat ze hier liggen? Ja, ze liggen hier omdat ze niet door hun eigenaren zijn opgehaald vanaf het moment dat de gemeente ze daarom heeft gevraagd. Maar wat was de reden dat de gemeente ze uit de sloten gehaald heeft? Afgelopen november zijn we begonnen om een schouw voor te bereiden. Hè. Dus een moment dat je samen met het Hoogheemraadschap gaat kijken wat er in de sloten, vaart en water van Uitgeest ligt. En die schouw die kon alleen maar goed plaatsvinden als alles wat er lag verdwenen was. En ik begrijp dus dat u de rechtmatige eigenaar van deze bootjes niet heeft kunnen achterhalen. Nee, op een groot aantal bootjes zijn keurige geplastificeerde brieven geplakt van neem even contact met ons op, want je kunt hier niet blijven. Na 1 december moet je weg zijn. En heel veel eigenaren hebben dat begrepen en hebben zelf hun voertuig weggehaald. En deze 3 die hier nog achter ons liggen, die lagen er na 1 december nog. En hoe gaat het nu verder? Tot wanneer kunnen de rechtmatige eigenaren zich bij u melden? Nou, we hebben in onze plaatselijke media gemeld dat ze tot en met 10 februari nog de tijd hebben om hier op de gemeentewerf hun eigendom te komen afhalen. Dan zullen ze wel een kleine vergoeding moeten betalen voor de transportkosten die wij gemaakt hebben. En daarna is het bootje weer van hun. Oké, dus het is aan te raden om zich op korte termijn bij u te melden? Ja, als je het nog de moeite waard vindt om het komende zomerseizoen met deze bootjes iets te gaan doen, dan moet je je komen melden. Ja. U had het net over een schouw. Waarom was dat nodig? Nou, zo'n schouw is nodig om zeg maar, de gezondheidstoestand van het water te kunnen bepalen. Hoe is het met het riet? Hoe is het met doorstroming? Is er sprake, liggen er ergens wrakken of dat soort dingen? Als je dat goed wil weten en in kaart wil brengen, dan heb je dus water nodig waar je echt goed doorheen kunt